Goedendag, mijn naam is Michael Reumerman. Ik ben arts, klinisch farmacoloog, werkzaam bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En ik zal u vandaag meenemen door het tweede deel, wat gaat over orale antibiotica. Ik zei al, dit is deel 2 van een grotere reeks over antibiotica en infectieziekten. En vandaag op het programma de orale antibiotica, waarbij we in zullen gaan op hun werking, hun bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. Bij dit college zijn ook een aantal leerdoelen opgesteld, waarbij het belangrijk is dat u op de hoogte bent van orale antibiotica, werkingsmechanismes, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. Als we kijken naar antibiotica-groepen die oraal, met name oraal gegeven worden, dan kunnen we dat opdelen in 4 verschillende groepen. En die 4 verschillende groepen ziet u hier aan de linkerkant. We hebben antibiotica die aangrijpen op de celwand, of soms ook wel de peptidoglycaanlaag. We hebben antibiotica die aangrijpen op de DNA-synthese. Antibiotica die aangrijpen op de eiwitsynthese. En we hebben antibiotica die aangrijpen op de citroenzuurcyclus, ook wel de Krebscyclus, ook wel de energiehuishouding van de bacterie. Ze zullen ze stuk voor stuk langslopen, waarbij we de hoogtepunten van de belangrijkste antibiotica zullen doorlopen. Als we beginnen met de celwandsyntheseremmers, daar vallen heel veel verschillende groepen onder. Ten eerste hebben we de beta-lactam-antibiotica, de glycopeptide-antibiotica en een overige groep waar onder andere fosfomycine in zit. Binnen de beta-lactam-antibiotica ziet u ook weer verschillende groepen. We hebben namelijk de penicilline groep, de cefalosporine groep en de carbapenem groep. En wat nog meer opvalt in deze dia, is dat een aantal antibiotica en antibiotica groepen paars zijn omgeven. Dit betekent simpelweg dat deze antibiotica vaak intraveneus gegeven worden en dat ze behandeld worden in het volgende deel, namelijk deel 3 over intraveneuze antibiotica. Dat houdt in dat er nog een aantal antibiotica over zijn die niet met name intraveneus gegeven worden. De fenetisiline, benzylpenicilline, flucloxacilline en de amoxicilline. Deze vallen dus allemaal onder de penicilline groep. En die penicilline groep valt weer onder de beta-lactam antibiotica groep. En die beta-lactam antibiotica valt dus onder de celwandsyntheseremmers. En heel specifiek grijpen ze aan op de peptidoglycaanlaag. Als we kijken, dan zagen we in de vorige schema dat er ook een vancomycine gegeven kan worden. En dat die met name in het volgende college gegeven wordt. Dat gaat over intraveneuze antibiotica. Vancomycine kan echter ook oraal gegeven worden. En bij die orale variant is eigenlijk maar 1 indicatie gegeven. Hier staan 4 verschillende indicaties. Kunt u uithalen welke indicatie behandeld kan worden met de orale vorm van vancomycine? Geef u even een aantal minuten de tijd en dan kom ik zo met het antwoord. Eventueel kunt u ook de opname even pauzeren. Ik hoop dat u de opname heeft gepauzeerd of even heeft kunnen nadenken. Maar het antwoord op deze vraag is antwoord D, de Clostridium infectie. En de Clostridium infectie, dat is een infectie van het darmkanaal met de bacterie Clostridium difficile. En deze bacterie bevindt zich alleen op die plek. En omdat vancomycine een hele slechte absorptie kent in het maag-darmkanaal, zal vancomycine, als het oraal gegeven wordt, niet opgenomen worden in het bloed, in de systemische circulatie, maar zal het dus alleen infecties in het maag-darmkanaal, in dit geval de Clostridium, aanpakken. Voor alle andere indicaties zal de intraveneuze vorm van vancomycine gegeven moeten worden, omdat, met andere woorden, de absorptie van vancomycine niet afdoende is. Als we gaan kijken naar de beta-lactam-antibiotica groep, dan zagen we daaronder onder andere penicilline, cefalosporine en carbapenems. En
hoewel dit andere groepen zijn, hebben ze ook veel overeenkomsten. U ziet hier namelijk de chemische structuurformule van deze groep. En u ziet dat in het rood aangegeven dat die daar een bepaalde ringstructuur heeft. Mogelijk als u het eerste college ook heeft gelezen of gehoord, dan weet u dat dit de beta-lactamring is. En dit is het essentiële gedeelte van beta-lactam-antibiotica. U ziet dat zowel bij de penicilline als ook bij de cefalosporine dat deze antibiotica dezelfde ringstructuur hebben. En deze ringstructuur is hetgene wat maakt dat deze antibiotica hun werk doen. Deze ringstructuur grijpt namelijk straks aan op het aanmaken van die celwand, en heel specifiek de peptidoglycanlaag. Wat u ook kunt zien hierin, is dat die antibiotica niet helemaal hetzelfde zijn. En met name die restgroepen aan de linker en rechterkant van die beta-lactamring zijn verschillend van elkaar. Als we dan inzoomen op de peptidoglycanlaag, dan zien we dat we eigenlijk twee kralensnoeren met elkaar, verbonden zijn. En dit is eigenlijk een goede peptidoglycanlaag van de bacterie. Maar voor het aanmaak van deze peptidoglycanlaag heeft de bacterie een PBP nodig. Een penicilline binding protein, hier in het oranje, dat vierkantje aangegeven. En die PBP die zorgt ervoor dat die lagen van die peptidoglycanlaag gaan crosslinken. Juist op deze plek grijpen beta-lactam-antibiotica aan. Die gaan precies op de plek zitten waar die crosslinking plaatsvindt, met als gevolg dat die crosslinking van die peptidoglycanlagen niet voor kan komen. En als deze niet hebben gecrosslinkt, dan zal dit schuring opgeven tussen die twee lagen en zal uiteindelijk die bacterie kapot gaan, omdat ze niet stevig met elkaar verbonden zijn. Als we dan wat in gaan zoomen op die beta-lactam-antibiotica en de penicillinegroep, dan zien we relatief smal spectrum antibiotica en wat breder spectrum antibiotica. De smal spectrum antibiotica bestaan onder andere uit fenetisiline, benzylpenicilline en flucloxacilline. Het betekent simpelweg dat ze tegen een klein aantal bacteriën hun werking kunnen doen. Amoxicilline, een breder spectrum antibioticum, werkt tegen veel meer verschillende antibiotica of bacteriën. De meest voorkomende bijwerkingen bij penicilline zijn overgevoeligheidsreacties. Soms is dat ook een echte allergie, bijvoorbeeld anafylactische reacties. En bij langdurig gebruik kunnen een aantal van deze penicillines ook elektrolytstoornissen, zoals een hyperkaliemie, veroorzaken. Interacties en contra-indicaties zijn er vrijwel niet bij penicillinegroep. En het gebruik van die penicilline is goed. Vaak oraal, maar kan ook intraveneus gebruikt worden. En hebben een wisselende weefselpenetratie. Belangrijk om te benoemen is dat de resistentie voor deze antibiotica vaak gebeurt door middel van penicillinases. Daar zullen we het een en ander nu over gaan zien. Want wat is penicillinase? Mogelijk als u deel 1 heeft gezien, weet u dat al. Penicillinase is eigenlijk een enzym dat gemaakt wordt door de bacterie met als doel om de beta-lactamring van penicillines of van andere beta-lactam-antibiotica kapot te maken. Hier aan de linkerkant ziet u een hele beta-lactamring, maar als de penicillinase langs is gekomen, dan ziet u dat die ringstructuur verbroken is en met andere woorden, deze antibioticum werkt niet meer op die PBP. En als het niet meer werkt, dan kan die bacterie zijn leven blijven leiden, alleen dan hebben wij nog steeds een infectie. Nou, omdat wij ook niet helemaal achterlijk zijn, hebben we iets bedacht om deze vorm van resistentie tegen te gaan. Dat zijn namelijk de beta-lactamase inhibitors. En misschien wel de meest voorkomende en de meest gebruikte is de clavulaanzuur. Belangrijk, het is clavulaanzuur, niet claviculaanzuur. Het heeft namelijk niks met de clavicula te maken. Maar naast deze clavulaanzuur zijn er nog een aantal andere beta-lactamase-inhibitors. Eén daarvan is bijvoorbeeld tazobactam. Ook hier weer ziet u de structuurformule van deze geneesmiddelen.
En die geneesmiddelen hebben heel veel weg van beta-lactam-antibiotica. Ze hebben namelijk ook een beta-lactam-ring, die u hier kunt zien bij clavulanzuur en tazobactam. En waarom hebben ze dit? Je moet het eigenlijk zien als een middel dat toegevoegd wordt aan beta-lactam-antibiotica. En die beta-lactam-ring van die clavulanzuur en die tazobactam hebben een veel grotere affiniteit voor die beta-lactamases dan de antibiotica zelf. Met andere woorden, als een bacterie beta-lactamases maakt, penicillinases, dan zullen die penicillinases eerder naar die beta-lactamase inhibitors toe gaan, eerder naar de clavulanzuur toe gaan, dan naar het antibioticum. Een soort afleidingsmanoeuvre. En op deze manier kan de amoxicilline zijn werk blijven doen en is die resistentie eigenlijk geprobeerd op te lossen. Een ander voorbeeld om deze situatie te begrijpen is het voorbeeld als u bijvoorbeeld de was doet. Ja, soms moet u een was doen met een witte trui en een rode trui. En u wilt niet die wasmachine twee keer aanzetten. Dan hebben we tegenwoordig van die kleurdoekjes waar veel reclame voor gemaakt wordt. Ja, die kleurdoekjes die doet u dan samen met de witte en de rode trui in de wasmachine. En die kleurdoekjes die zuigen dan de kleur van die rode trui op. Zodat uw witte trui ook wit blijft. Dat kleurdoekje moet u vergelijken met de clavulanzuur. Dat wordt erbij gegooid bij de behandeling. En dat zorgt ervoor dat de kleurstof, of in dit geval de beta-lactamases, worden opgezogen door de clavulanzuur. Zodat de witte trui, ook wel het antibioticum dat zijn werking moet doen, zijn werk kan blijven doen. Nou, het belangrijkste is dan om te gaan kijken wat het werkingsspectrum is van deze antibiotica. Nou, hier ziet u vier verschillende antibiotica. We hebben fenethicilline, fluoxacilline, amoxicilline en amoxicilline clavulanzuur. En eigenlijk wat de opdracht gaat zijn, is om elk van deze antibiotica in één van deze vier vakken van de kruistabel in te vullen. Je moet dus eerst gaan kijken welke antibiotica smal spectrum zijn. Die komen in de eerste kolom. De breedspectrum antibiotica komen in de tweede kolom. Vervolgens moet u kijken welke antibiotica gevoelig zijn voor penicillinase. Met andere woorden, die worden afgebroken als een bacterie penicillinase maakt. En welke antibiotica ongevoelig zijn voor penicillinase. Met andere woorden, als een bacterie penicillinase maakt, kan het antibioticum nog gewoon zijn werk blijven doen. Denkt u eerst even na over de invulling in dit schema. Zet eventueel de video even op pauze en dan kom ik zo met het antwoord. Ik hoop dat u heeft meegedaan met deze oefening. En ik ga proberen u uit te leggen waarom op deze manier die tabel ingevuld zou moeten worden. De fenethicilline, de fluoxacilline en zoals ik in een eerdere dia ook liet zien, de benzylpenicilline, dat zijn smal spectrum antibiotica. De fluoxacilline daarentegen is een smal spectrum antibioticum, maar op het moment dat een bacterie beta-lactamases, ook wel penicillinases maakt, dan zal die fluoxacilline nog gewoon zijn werking kunnen doen. Die fluoxacilline is intern eigenlijk beschermd tegen de meest simpele penicillinases. Amoxicilline, eventueel met clavulanzuur daaraan toegevoegd, zijn wat breedspectrum antibiotica. En de clavulanzuur, zoals we in eerder radia's hebben laten zien, is eigenlijk het kleurdoekje dat zorgt dat de amoxicilline zijn werk kan blijven doen. Dus op deze manier kan deze 4x4 tabel ingevuld worden. Een volgende antibioticum dat niet valt onder de penicilline of beta-lactam-antibioticum, maar wel onder de celwandsyntheseremmers, is de fosfomycine. Dit middel werkt wel op de aanmaak van de peptidoglycaanlaag, maar niet via een beta-lactam-ring. Ook deze antibiotica geven overgevoeligheidsreacties en eventueel huidreacties. En als u dit samen inneemt met de metoclopramine, dan wordt de biologische beschikbaarheid, het gedeelte
van het antibioticum wat in de systemische circulatie komt, verlaagd. Het wordt vooral gebruikt bij urineweginfecties, is goed werkzaam tegen E. coli, enterokokken, klebsiella en proteus, en waardoor het uitermate goed geschikt is voor urineweginfecties. Dat waren de antibiotica die aangrepen op de celwandsynthese, die met name in een orale vorm gegeven worden. Zullen we nu overgaan naar antibiotica, orale antibiotica, die aangrijpen op de DNA-synthese. En eigenlijk als u kijkt naar DNA-synthese zijn er heel veel verschillende stapjes. En dit is echt niet belangrijk om dit uit uw hoofd te kennen, maar u zult misschien een aantal dingen herkennen. Er staan namelijk een aantal stapjes. Het derde stapje, dat staat dihydrofoliumzuur. En daar zit het woord foliumzuur in. Het foliumzuur herkent u misschien. Dat is een belangrijke vitamine die nodig is voor het maken van DNA, maar ook voor het zorgen voor celdelingen. En dit gaat straks een belangrijke rol spelen, waardoor een aantal theoretische bijwerkingen of contra-indicaties verklaard kunnen worden. Als we gaan kijken naar welke antibiotica onder de remmers van de DNA-synthese vallen, dan zijn dit de vier belangrijkste groepen. We hebben de sulfonamides en de trimetoprim, die tezamen de cotrimoxazol vormen. Dus als u cotrimoxazol ziet, dat bestaat dus uit twee antibiotica, namelijk sulfonamides en trimetoprim. En hoewel deze antibiotica samengegeven kunnen worden, kunnen ze ook individueel gegeven worden. Daarnaast hebben we nog een antibioticum dat heet de metronidazol. En als laatste is de groep van fluoroquinolonen. Als we eerst even gaan kijken naar de sulfonamide en de trimetoprim. En dan remmen ze de aanmaak van nucleïnezuren, die belangrijk zijn voor het DNA. En een van de bijwerkingen die kunnen optreden is dat deze zorgen voor nierfunctiestoornissen, soms ook elektrolietstoornissen en soms ook een beenmergdepressie. Dit laatste is goed te verklaren omdat in het beenmerg veel celdelingen plaatsvinden en deze middelen juist aangrijpen ook op het foliumzuur. Omdat er voor celdelingen veel foliumzuur nodig is, zou dit een theoretische uitleg kunnen zijn van deze bijwerking. Interacties die deze middelen geven zijn met name middelen die ook een hyperkaliemie of een beenmergdepressie geven. Daar kunnen ze het effect van versterken. En ze hebben vaak ook een effect op vitamine K-antagonisten. Vitamine K-antagonisten worden afgebroken door bepaalde CYP-enzymen. En deze antibiotica die vertragen die CYP-enzymen, waardoor er een relatief hoge spiegel vitamine K-antagonisten is, wat een hoog INR geeft. Contra-indicaties zijn er niet echt, maar belangrijk daarbij is dat indien de nierfunctie lager is dan 30 ml per minuut, deze antibiotica niet gegeven wordt. Daarnaast is er vaak een soort theoretische contra-indicatie die heet zwangerschap. Aangezien deze antibiotica aangrijpen op het foliumzuur, een foliumzuur juist bij zwangere vrouwen een belangrijk aspect is, die vaak ook extra gesuppleerd wordt in de eerste maanden van de zwangerschap, is er een theoretische contra-indicatie bij de zwangerschap. Echter, wij als menselijk lichaam maken geen foliumzuur. Bij al onze foliumzuur die we nodig hebben, krijgen we binnen vanuit ons voedsel. Aangezien deze middelen aangrijpen op de foliumzuursynthese, die wij als mens niet hebben, maar de bacteriën wel, is dit dus een theoretische contra-indicatie. Maar wordt het in heel veel redenen wel geadviseerd om dit middel niet te geven tijdens de zwangerschap. En als u dat wel doet, dat het vaak off-label gedaan kan worden. Vaak met additionele foliumzuursuppletie. Deze antibiotica die geven een goede orale resorptie. Ook een goede weefselpenetratie. Maar omdat ze veel gebruikt zijn, is er ook echt veel resistentie ontwikkeld voor deze antibiotica. De twee meest voorkomende indicaties van deze antibiotica zijn urineweginfecties en ook een pneumocystis jirovecii pneumonie. Dan heel specifiek de profylaxen daarvan. Het zijn vaak infectieziekten bij immuungecompromitteerden.
Nou, de tweede antibiotica in deze groep is de metronidazol. Metronidazol is zelf als antibioticum niet werkzaam, maar wordt omgezet waarbij radicalen vrijkomen. En die radicalen hebben een invloed op het microbiële DNA. Als bijwerking hebben deze antibiotica vaak een metaalsmaak, soms wel neuropathie of duizeligheid en soms ook nog eens een overgevoeligheidsreactie. Het is wel belangrijk dat bij het gebruik van metronidazol geen alcohol gebruikt wordt. Indien dit wel gebruikt wordt, dan zult u zien dat er een disulfiram-achtige klachten kunnen ontstaan. Disulfiram is een geneesmiddel dat vaak gegeven wordt aan patiënten die veel alcohol nuttigen. En die er eigenlijk voor zorgen dat de alcoholafbraak niet plaatsvindt. En als alcohol niet wordt afgebroken, krijgt u hele heftige klachten van een hoge spiegel alcohol met een tachycardie, braken, misselijkheid als gevolg. Maar de combinatie van alcohol en metronidazol geeft dezezelfde klachten. Metronidazol remt eigenlijk de afbraak van de alcohol, waardoor deze dus dezelfde klachten kunnen geven. Ook de effecten van vitamine K-antagonisten worden vaak versterkt met een hogere INR als gevolg. Deze middelen die werken heel goed, maar zijn eigenlijk alleen geschikt voor anaerobe bacteriën. Dus alleen voor bacteriën die in een zuurstofarme omgeving, zonder het gebruik van zuurstof, leven. Daarnaast worden ze gebruikt niet alleen voor bacteriële infecties, ook voor parasieten en dus voor anaerobe infecties. Als laatste binnen deze groep zijn er fluor of ook wel quinolonen genoemd. De meest voorkomende is de ciprofloxacine, maar zijn broertjes norfloxacine, levofloxacine of moxifloxacine worden ook frequenter gegeven. Deze grijpen aan op de DNA-gyrase die noodzakelijk is om DNA te repliceren. En geven voornamelijk een gastritis, een ontsteking van de maag, kunnen clostridium veroorzaken. En er zijn aanwijzingen dat het aangrijpt op onze pezen en op onze gewrichten. Recent, een aantal jaar geleden, zijn er ook wat berichten in de markt, een aantal berichten gekomen dat deze middelen aangrijpen op bindweefsel. En met name bij mensen die al aneurysmata of dissecties hebben, het niet zo heel handig is om deze antibiotica te geven om verdere scheuringen van deze aneurysmata te voorkomen. Nou, interacties met fluoroquinolonen zijn met name als ze gelijktijdig worden ingenomen met mineralen. Dat kunt u denken aan calcium, ijzer, magnesium. En dit zit niet alleen in deze losse individuele stoffen als u calcium inneemt of magnesium inneemt als tablet. We moeten ook nadenken over bijvoorbeeld een glas melk waar veel calcium in zit. En er zit bijvoorbeeld ook heel veel magnesium in rennies, de maagzuurremmers. Nou, naast dat ze invloed hebben op de mineralen, hebben ze ook een invloed op de QT-tijd. Dan verlengen ze deze en zijn ze sterke remmers van een bepaald CYP-enzym, namelijk 1A2. Deze middelen worden voor heel veel verschillende infecties gebruikt, maar we kennen ze onder andere van de urineweginfecties, soms ook bij pneumonieën, pelvic inflammatory disease, ook een PID, en hebben als antibiotica groep ook een belangrijke rol in de behandeling van een pseudomonas infectie. Dat kan onder andere bij een urineweginfectie het geval zijn. Ja, die fluoroquinolonen zijn er in verschillende generaties. En elke generatie heeft weer zijn eigen effect. De ciprofloxacine en norfloxacine behoren tot de tweede generatie. En die hebben vooral een gram negatieve werkingsspectrum, werken tegen pseudomonas en enkele gram positieve, waaronder ook de Staphylococcus aureus. Hoe hoger de generatie, hoe meer positieve effecten ze kunnen krijgen. De eerste generatie wordt op dit moment niet gebruikt in Nederland bij patiënten, bij mensen, maar wordt nog wel gebruikt in de veeteelt. Als we weer gaan kijken naar een vraag, welke van de onderstaande antibiotica kan ook gegeven worden voor de behandeling van protozoa?
zijn dat de fluoroquinolonen, is dat de metronidazol, de cotrimoxazol of is dat de trimetoprim? Denk eerst even na, zet eventueel de video op pauze en dan kom ik zo met het antwoord. Ik hoop dat u even heeft kunnen nadenken. Het goede antwoord is B, de metronidazol. De derde groep is de antibiotica die aangrijpt op de eiwitsynthese. En eiwitsynthese is eigenlijk het aanmaken van van eiwitten, kralensnoer. En dat gebeurt aan de hand van messenger RNA. Messenger RNA wordt afgelezen door middel van tRNA, waardoor een hele eiwitketen gevormd wordt. Al die bolletjes, die worden aan elkaar geregen afhankelijk van het messenger RNA. Ook hier weer kunnen op verschillende plekken antibiotica aangrijpen om te zorgen dat deze eiwitkralensnoeren niet gemaakt kunnen worden. Sommige grijpen aan op de verbinding tussen de tRNA en de mRNA. Anderen zorgen weer dat die verlenging van die peptiden die eiwitten niet kunnen voorkomen. En anderen hebben weer een effect op het buigen van de mRNA. Nou, binnen de antibiotica die aangrijpen op de eiwitsynthese kunnen we drie grote groepen onderscheiden. We hebben de aminoglycosiden, die met name intraveneus of op een andere manier dan oraal gegeven kunnen worden. De macrolide groep en de tetracycline groep. Deze onderste twee groepen zullen we met u doorgaan nemen. De macrolide groep, waarbij soms ook de lincosamide groep, ook wel de clindamycine, vaak aan toegevoegd wordt. Clindamycine is niet helemaal een macrolide, maar een lincosamide, maar vertoont wel heel veel overlap, waardoor we ze in deze presentatie bij elkaar voegen. Deze macrolieden remmen de eiwitsynthese. En als u het heel specifiek wil weten, het remt de ribosomen aan de 50S subunit. Bijwerkingen van deze antibiotica zijn vaak hepatotoxiciteit, dus leverschade. Ze geven een sterke verlenging van de QT-tijd. En als ze intraveneus gegeven worden, kunnen ze ook een flebitis, een venenontsteking geven. Nou, ze geven als groep ook vaak interacties met CYP, CYP3A4 of PGP, waardoor ze onder andere invloed hebben en interacteren met statines, waaronder simvastatine, amlodipine en DOAX en vitamine K-antagonisten. Dus het gezamenlijk gebruik met deze antibiotica moet dus aanleiding geven tot dat u extra gaat nadenken of dat het eventueel niet zou kunnen, het een contra-indicatie vormt. Contra-indicaties voor macrolide zijn als iemand al een lang QT heeft of al andere antibiotica of geneesmiddelen gebruikt die ook het QT-tijd verlengen, of bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen. Het gebruik is met name tegen gram-positieve en negatieve antibiotica en wordt vooral gebruikt voor atypische dekking van bacteriën. En met name bij bijvoorbeeld longontstekingen zie je nogal eens atypische verwekkers. En met name die macrolieden werken daar goed tegen. En we zien dan ook dat deze middelen met name bij een pneumonie, huidinfectie of Helicobacter pylori, een infectie van de maag, gegeven worden. Nou, de tweede groep binnen de eiwitsyntheseremmers zijn de tetracycline. De meest voorkomende antibioticum binnen deze groep is de doxycycline. Ook dit middel remt weer de eiwitsynthese en geeft vaak een zwarte verkleuring van de tong en de tanden. Tetracyclines hebben namelijk de neiging om te gaan binden aan calcium. Nou, de plek in het lichaam waar we calcium zien zijn de tanden. Maar die tetracyclines gaan dan ook vaak naar het bot toe, wat ook vol zit met calcium. Een andere bijwerking is dat deze middelen vaak fotosensibilisatie geven. Met andere woorden, als u in de zon gaat zitten, dan kunnen deze antibiotica aanleiding geven tot verkleuringen van de huid die moeilijk weggaan. Een andere bijwerking is een Clostridium difficile infectie, wat deze antibiotica frequent kan uitlokken. Ook deze middelen hebben we, net als bij de fluoroquinolonen, interacties met mineralen, waardoor zowel de tetracyclines als die mineralen geremd worden in hun absorptie. En een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld ook met maagzuurremmers, die de zuurgraad
in de maag verlagen, waardoor ook weer de absorptie van die tetracyclines wordt verlaagd. Dus de combinatie, het gezamenlijk innemen, is geen geschikte optie. De contraindicaties voor tetracyclines zijn ook weer ernstige leverfunctiestoornissen. Kinderen onder de 8 tot 11 jaar, en dat heeft met name te maken omdat die tetracyclines ook aangrepen op calcium, op het bot. En met name kinderen waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten, worden deze antibiotica afgeraden. Omdat die kunnen interfereren met de sluiting van de groeischijven, waardoor kinderen eventueel ook scheef kunnen groeien. En daarnaast worden deze antibiotica op dit moment niet geadviseerd in het tweede en derde trimester van het zwangerschap. Wederom vanwege dezelfde aantasting van de groeischijven en de botten bij het ongeboren kind. De middelen worden met name gebruikt voor gram-positieve en gram-negatieve infecties. En ook weer hebben ze met name een atypische dekking van bijvoorbeeld een pneumonie. Daarnaast worden ze ook nog wel eens gegeven voor acne, verschillende SOA's, de ziekte van Lyme en Q-koorts. Ze heeft met andere woorden een heel breed spectrum aan infecties waar deze antibiotica voor gegeven worden. Als laatste, eigenlijk een enkele groep, eigenlijk een antibioticum wat alleen in een groep bevindt, is de nitrofurantoïne. En niet nitrofurantoin op zijn Frans, maar nitrofurantoïne. Nou, dit middel remt de citroenzuurcyclus, ook wel de Krebscyclus, de energietoevoer van de bacterie. Als een van de bijwerkingen van deze middelen kunnen ze een anemie veroorzaken, van eosinofilie, met name heel veel eosinofielen in het bloed, maar kan het ook voor haaruitval zorgen bij langdurig gebruik. Een haaruitval ook wel alopecia genoemd. En als een zeldzame, maar wel gevaarlijke bijwerking, geeft die nitrofurantoïne ook wel eens een furabitlong, naar aanleiding van de merknaam van nitrofurantoïne, namelijk furabit. En die furabitlong zijn acute pulmonaire reacties, waarbij er een soort verbindweefseling ontstaat van de longen. Interacties is belangrijk om deze middelen niet gelijktijdig in te nemen met magnesium. En we hebben ook weer een contra-indicatie op het gebied van de nierfunctiestoornis. Omdat deze nitrofurantoïne met name renaal geklaard wordt, is bij een nierfunctiestoornis kan dit voor stapeling zorgen. En daarnaast zien we ook dat die nitrofurantoïne, die met name voor urineweginfecties gegeven wordt, dan ook onvoldoende hoge concentraties in de blaas zich ontwikkelt. Dus A, u krijgt meer bijwerkingen. En B, die nitrofurantoïne is bij een slechte nierfunctie ook minder goed werkzaam tegen de behandeling van de urineweginfecties. Ook wordt die nitrofurantoïne bij zwangeren die binnenkort gaan bevallen afgeraden. En bij patiënten met een G6PD-deficiëntie worden ze ook ontgaan. Ik hoop u met deze collegepraatjes een inzicht gegeven te hebben in de verschillende groepen antibiotica. En binnen die groepen antibiotica wat belangrijke zaken met betrekking tot de werking, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties te hebben gegeven. In de laatste vier delen van deze antibiotica-serie zullen we deze antibiotica terug gaan zien en gaan we zien hoe we een juiste antibiotica-keuze moeten gaan maken. Voor nu bedankt en hopelijk tot bij een volgende deel.